Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl. Weet je, een van de dingen dat ik erg jammer vind, is dat door de jaren heen veel woorden hun oorspronkelijke betekenis kwijt zijn geraakt. Eén zo'n woord is bijvoorbeeld vriend. Tegenwoordig als je iets aan het doen bent en wanneer zelfs een wildvreemde datgene niet bevalt, dan zeggen ze tegen je: luister vriend, kap er nou eens mee. Of houd daar gewoon mee op. Een ander iets is vooral in onze tijd, wat ook een ding is het idee van een Facebook-vriend. Ik denk dat ik ergens in 2008 of 2009 een Facebook-account heb aangemaakt en ik heb door de jaren heen heb ik iets van 1100 Facebook-vrienden gekregen. Ik schep niet op of zo, maar ik ken maar enkele mensen, weet je, die dan Facebook-vrienden zijn. Het is een beetje absurd, denk ik. Maar goed, in beide gevallen heeft het woord vriend een hele andere betekenis dan wat er oorspronkelijk mee bedoeld werd. En door dit soort kaping van woorden of door dit soort verbastering van woorden raken wij helaas de zuivere betekenis van woorden gewoon kwijt. En zo is iedereen bij wijze van spreken je vriend. En vanmorgen gaan we in de Spreuken kijken naar wat de Bijbel ons te zeggen heeft over echte vriendschap. Echte vriendschap. Vriendschap in de meest zuivere zin van het woord. Vriendschap zoals ik geloof God het bedoeld heeft. En de reden waarom we dit onderwerp hebben gekozen uit Spreuken is omdat dit voor jou en voor mij van geestelijk levensbelang is. Het is echt zo belangrijk. Want de Spreuken leren ons dat zonder echte vriendschappen of door foute vriendschappen aan te gaan, wij geestelijk zullen afsterven. En als je geestelijk afsterft, dan sterft de rest van jouw wezen, de rest van jouw leven ook af. En het gebeurt niet van de ene dag op de andere dag, maar het is een geleidelijk proces. En uiteindelijk sterft alles in je leven af. De wijsheid in Spreuken leert ons dat als wij wijs willen leven, in Gods wijsheid willen leven, dan moeten wij goede, echte vrienden kiezen. Wij moeten goede vrienden kiezen. We moeten deze vriendschappen opbouwen, we moeten eraan werken en we moeten deze vriendschappen onderhouden en vooral behouden. Dus vanmorgen gaan we naar vier punten kijken. Het is lang niet, hoe zeg je dat, uitputtelijk, ja? Uitputtend. Maar we gaan naar vier punten kijken. Eén is de uniekheid van echte vriendschap. Dus de uniekheid van echte vriendschap. De ontdekking van een echte vriend. Het smeden of het opbouwen van echte vriendschap. En als laatste, hoe jij de kracht kan krijgen om dit te doen. Want dit is iets bovennatuurlijks. Dit kunnen wij gewoon niet. Dus laten we beginnen met een stukje uit Spreuken, hoofdstuk 18, vers 24. Staat hier? Ja? Okay. Er staat: maar soms is er een echte vriend die meer toegewijd is dan een broer. Het is natuurlijk het tweede deel van een vers. Maar hier in dit stukje, in het tweede gedeelte van vers 24, geeft de Bijbel aan dat een echte vriend meer aan jou is toegewijd dan je eigen broer of zus. Oftewel dat een echte vriend voor jou in veel opzichten beter is dan je eigen broer of zus. En het bijzondere aan deze zin is dat dit geschreven werd in een tijd en vanuit een cultuur
dat veel meer waarde hechten aan gezin en aan familiebanden dan dat wij anno 2019 hier in het Westen doen. En hierom is dit vers juist zo gewichtig, zo krachtig. En de reden dat Spreuken 18:24 dit zegt, is omdat er in Spreuken 17:17 staat. Spreuken 17:17 zegt: een vriend heeft te allen tijden lief. En een broeder wordt in benauwdheid geboren. Je bloedeigen broers en zussen, je familieleden, zullen er over het algemeen tijdens moeilijke momenten in je leven er gewoon voor je zijn. Alleen al om het simpele feit dat ze familie zijn. En ze mogen je misschien niet. Jullie zouden niet samen op vakantie willen gaan of misschien zelfs niet eens op de koffie. Maar wanneer er bijvoorbeeld een sterfgeval is in je familie of in je gezin, wanneer die benauwdheid komt, dan zal een broer of zus er gewoon voor je zijn. Maar een echte vriend of een echte vriendin is anders. Een echte vriend kiest er bewust voor om jouw vriend te zijn. Een echte vriend kiest bewust voor jou. En dan staat er in Spreuken 18:24 dat een echte vriend meer toegewijd is dan een broer. En het toegewijd zijn spreekt in de Hebreeuwse taal van het kleven aan iets of iemand. Het is net alsof je met lijm aan iets of iemand vastplakt of vastgeplakt bent. En dit kleven of dit toegewijd zijn, dat spreekt letterlijk van een commitment. Een commitment vanuit een gepassioneerde of hartstochtelijke liefde voor een ander. En dan hebben we het niet eens over romantische liefde. Dit is een voorbeeld van de liefde die koning David en de zoon van koning Saul had. Jonathan. Er staat dat hun zielen zodanig verbonden met elkaar waren. Zij hielden hartstochtelijk van elkaar. Helaas zijn er ook mensen tegenwoordig die dat dan helemaal uit zijn context rukken en dat dan als bewijstekst gebruiken dat koning David en Jonathan een andere soort relatie hadden. Wat bij de LBGTQ behoort. Maar dat is totale onzin. En deze commitment, dit niveau van toegewijd zijn, dit is wat vooral de Spreuken ons leert over vriendschap. Een echte vriend is in veel opzichten beter dan een broer of zus vanwege deze bewuste toewijding. Vriendschap is een unicum. Vriendschap voorziet een mens van unieke elementen die alleen door een echte vriend gegeven kan worden. Familieleden kunnen deze unieke elementen niet geven. Je buren niet, je collega's niet. Zelfs een romantische relatie kan bepaalde elementen van een echte vriendschap niet geven. En dit moeten we echt voor ogen houden, want in onze individualistische maatschappij wordt dit soort vriendschap geheel aan de kant geschoven. Het wordt niet gewaardeerd. Denk even aan de televisieprogramma's of films of tijdschriften. Wat zie je bijvoorbeeld op de voorpagina's van de roddelbladen? Je staat daar in de supermarkt en je wordt verleid om dingen te kopen. Vooral de kids. Alles staat op dit niveau natuurlijk bij de kassa's. Maar wat staat er op de voorpagina's van die roddelbladen? Zie je dat die en die hun vriendschap vieren? Wordt dat uitgebeeld? Die en die vieren hun vriendschap. Geweldig. Nee, natuurlijk niet. Nee, je ziet dat die en die met elkaar in het bed duiken. Dat viert de wereld wel. Of denk even aan alle liedjes die over echte vriendschappen gaan, versus liedjes die over de romantiek of over seks gaan.
Ik zat van de week nog te denken, zijn er wel liedjes over echte vriendschap? Denk even aan de driedelige filmserie The Lord of the Rings, in de Ban van de Ring. Tolkien, de schrijver van de boeken, had puur vriendschap voor ogen toen hij die boeken schreef. Als je de boek hebt gelezen, dan weet je dat alle romantische gebeurtenissen die in het verhaal voorkomen, die staan in de aanhangsels, die staan niet in het verhaal zelf. Maar Hollywood, ja, die moest bij de verfilming van de boeken per se de romantiek op de voorgrond zetten, omdat vriendschap, echte vriendschap, niet verkoopt. Maar romantiek wel. Vandaar dat door de film heen de spanning tussen een zekere Arwen en Aragorn gewoon duidelijk aanwezig is. En het houdt de spanning er ook in. Echte vriendschap, vriendschap op Bijbels niveau, vriendschap in Christus is altijd het ondergeschoven kindje, ook in de kerk. En ondanks dat wij in onze drukke maatschappij door school en werk en nog zoveel andere dingen worden opgeslokt, ondanks dat wij door al deze dingen worden opgeslokt, zal de erotische liefde, zal familieliefde, zal burenliefde zich nog steeds gewoon bij ons opgedrongen worden, want wij kunnen dat simpelweg niet ontkomen. Wij ontkomen dat niet. Als je gehuwd bent, dan moet je je energie en je tijd in je huwelijk steken. Dus die liefde, dat is gewoon een deel van je leven. Je moet het gewoon. Tenminste, als je naar Gods wil leven. Je moet ook goed omgaan met je buren. Dus dat kost ook wel iets van je. En je wordt daarmee geconfronteerd. Je moet je professioneel netwerk onderhouden. Je moet je romantische verplichtingen nakomen. Je ontkomt deze vormen van liefde dus niet. Je ontkomt ze niet. Maar de vriendschapliefde die wij in Spreuken zien, die dringt zich niet bij je op. Want het is optioneel. Vriendschapliefde is optioneel. Het is niet een vereiste. Sociaal gezien niet, biologisch gezien niet, is dat niet iets wat wij per se moeten of nodig hebben. Biologisch of sociaal. Dus het is optioneel. Wij hoeven er niet per se mee te maken te krijgen, want er moet bewust voor gekozen worden. En omdat echte vriendschapliefde juist heel veel van de mens vereist, zoals we dat zo meteen gaan zien, omdat het zoveel moeite kost, omdat men er doelbewust helemaal moet voor gaan, kiezen te veel van Gods kinderen niet om dit soort vriendschap na te jagen. En daarom is dit niveau van vriendschap uniek. Het is een unicum. Spreuken leert ons dat dwazen geestelijk omkomen omdat zij geen vrienden hebben, geen echte vrienden hebben, of omdat zij voor foute vrienden kiezen. Maar goed, de vraag is dan, hoe vind je een echte vriend? En dat is het tweede punt. Hoe wij zo'n vriend kunnen gaan ontdekken. Er staat in Spreuken 18:24, nu de hele vers. Een man die vrienden heeft, kan het slecht vergaan. Maar soms is er een echte vriend die meer toegewijd is dan een broer. Het gaat in dit vers niet om dezelfde soort vrienden. Zelfs in het Hebreeuws staan er gewoon twee andere woorden. In het eerste gedeelte gaat het om een man die veel kennissen heeft, veel metgezellen, maatjes, noem maar op. Dat soort vriendschappen. En dit zijn zogenaamde vrienden die hem zomaar kunnen belazeren en daar zijn zat van dit soort mensen. Maar de echte vriend is zeldzaam. Je kunt jezelf gezegend achten
als je slechts één zo'n vriend hebt. En het is ook bedoeld om zeldzaam te zijn. Het is bedoeld dat wij weinig van dit soort mensen in ons leven hebben, want we kunnen dit niveau van vriendschap niet met heel veel mensen aan. Het is bedoeld voor een heel klein groepje. En dat wil niet zeggen dat ik en mijn vrienden een heel exclusief groepje zijn en dat wij een soort klik vormen en jullie horen daar niet bij. Nee, het is wel iets speciaals voor degene die zo'n vriendschap heeft. Maar dat hoort zich op allerlei manieren te uiten naar de rest van ons toe. In Spreuken 27:9 staat: olie en reukwerk verblijden het hart. En zo is de genegenheid van iemands vriend. Vanwege de hartelijke raad. De genegenheid van iemands vriend spreekt van iets dat zoet is in de grondtekst. De schrijver gebruikt hier het Hebreeuws woord dat in de Bijbel altijd met de zoetheid van honing te maken heeft. En hij zegt hier dus dat echte vriendschap heerlijk zoet is als honing. En ik weet uit ervaring dat het gewoon heerlijk is om iemand op dit niveau als vriend te kunnen hebben. Het gaat om zoveel meer dan wat we zo meteen ook gaan zien over open zijn en de waarheid aan elkaar vertellen. Het is gewoon heerlijk, het doet je ziel goed om vriendschap op dit niveau te hebben. Het is zoet. En alleen deze zoetheid is in staat om iemand te verzadigen die naar zoiets zoets hunkert. Amit. En wat opvallend is dat wanneer dit geschreven werd, het maken van zoet eten nog niet bestond. Vandaag de dag kunnen we dingen zo zoet maken als we dat maar willen. Je voegt er gewoon suiker toe. Of zoetjes, of agave siroop, of noem maar op. Er zijn zoveel zoetstoffen tegenwoordig, dat je kan alles zoet maken. Maar in die tijd konden zij nog niets zoet maken. Suiker bestond nog niet. Men moest dus zoet eten gaan ontdekken. Ze moesten zoet eten gaan ontdekken door bijvoorbeeld verschillende vruchtsoorten te gaan eten. Citroen. Nee, is niet zoet. Een heerlijke, hoe heet dat, medjool-dadel. Man, het is zoet. Weet je, dus ze moesten gaan ontdekken wat welk etensoort zoet is. En dit wijst ons op het feit dat echte vriendschap, die zoet is, ontdekt moet gaan worden. Wij moeten echte vriendschap gaan ontdekken. Het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het zal hoogstwaarschijnlijk ook niet tot stand komen in een kroeg of in een disco of hoe noem je dat festival hier zo, eens in het jaar? Mysteryland, dankjewel. Een gemeenschappelijk fundament. Een gemeenschappelijk verwantschap, een gemeenschappelijk liefde voor iets, een gemeenschappelijke visie. Die kunnen niet zomaar in het leven geroepen worden door twee mensen die zo graag vrienden willen zijn. Nee, ze moeten ontdekt worden. C.S. Lewis schreef hierover. Hij zegt: een typische uiting van een dergelijke ontdekking luidt als volgt. Hè? Jij ook? Ik dacht dat ik de enige was. En hiermee zegt Lewis dat zo'n uiting het begin kan zijn van een echte vriendschap. Want het gaat om iets gemeenschappelijk. Waar een romantische relatie vooral om de relatie zelf gaat. Ja, jullie weten het wel. Ben je boos op mij? Wat heb ik gedaan? Het gaat vooral om de relatie zelf. Maar echte vriendschap gaat over wat men gemeen heeft.
Vriendschap ontstaat dus niet door aan iemand te vragen of hij of zij, weet je dat op de kleuterschool, groep 1 of 2 of 3, dat je vraagt, hey, wil jij mijn vriendje zijn, wil jij mijn vriendinnetje zijn? Zo ontstaat echte vriendschap niet, maar door de ontdekking dat je iets gemeen hebt. Iets waar je je hele leven voor in wil zetten. Lewis zegt ook dat iemand die niets heeft, wat me sterk lijkt, maar iemand die niets heeft ook niets met een ander gemeen kan hebben. En iemand die nergens naartoe gaat zal ook geen reisgenoot bij zich hebben. Dus als je gewoon elke dag op de bank zit en je komt je huis niet uit, dan heb je niks om met iemand gemeen te hebben, behalve misschien het thuis zitten op de bank. Maar goed, dan zitten zij thuis op hun bank. En jij thuis op je eigen bank. Weet je, dus iemand die niets heeft, kan ook niets met een ander gemeen hebben. En als je nergens naartoe gaat, zal je ook geen reisgenoot bij je hebben. Daarom moet echte vriendschap ontdekt gaan worden. Maar het moet niet alleen ontdekt worden, dat is één. Het moet ook gesmeed worden. Het fundament alleen is niet voldoende. Er moet aan gewerkt worden. Het moet opgebouwd worden. Het moet onderhouden worden. Het moet behouden worden. Wat dan ook het derde punt is. Spreuken leert ons dat wij ons aan vier dingen moeten houden. Vier dingen om echte vriendschappen te kunnen onderhouden. Eén is standvastigheid. Nummer twee is zorgvuldigheid. Nummer drie is openheid of eerlijkheid. En vier is het geven van raad of raadgeven. En er staat er in Spreuken 17:17, de eerste helft, een vriend heeft te allen tijden lief. Dit betekent simpelweg dat een echte vriend lief heeft onder alle omstandigheden en in elke situatie. In goede tijden, in slechte tijden, tijdens de hoogtepunten van iemands leven en wanneer je in diepe dalen zit. En ook in het alledaagse, ook in de routine van het leven. En vooral het laatste betekent dat een echte vriend gewoon te alle tijden beschikbaar is. En dit is waar de tweede helft van Spreuken 18:24 over gaat. Soms is er een echte vriend die meer toegewijd is dan een broer. Een echte vriend zal altijd voor je klaarstaan. In hoeverre dat natuurlijk mogelijk is. Ik heb in het verleden soms mensen teleur moeten stellen omdat ik een gezin had. Weet je, je hebt vier kleine kinderen en ja, dan kan je niet altijd alles zijn voor iemand. Maar een echte vriend zal over het algemeen en waar mogelijk altijd voor je klaarstaan. Vooral in een tijd van crisis, vooral als je dreigt de afgrond in te gaan of als je grove fouten wil gaan maken omdat je in je vlees bent. Dan is een echte vriend daar voor jou. Een echte vriend zal er voor je zijn, al kost het hem of haar heel veel. Een echte vriend is standvastig omdat hij of zij jouw belang voor ogen heeft. Hij of zij weet zijn eigen ik, zijn eigen verlangens, zijn eigen prioriteiten opzij te zetten. Om zichzelf te verloochenen. Goed, een echte vriend moet niet alleen standvastig zijn, hij moet ook zorgvuldig zijn. Heel zorgvuldig. In Spreuken 27:14 staat, wie zijn vriend 's morgens vroeg met luide stem zegent, wordt het als een vervloeking aangerekend. Nou, waarom zou zoiets überhaupt gebeuren? Waarom zou iemand dit doen? Of waarom zou volgens Spreuken 26:19 iemand zijn naaste eerst bedriegen en vervolgens zeggen, oh, dat is een grapje. Een persoon die een van deze dingen of beide van deze twee dingen doet, is emotioneel niet verbonden met zijn vriend of met zijn naaste.
Er is gewoon een disconnect ergens. Deze persoon is totaal niet bewust van de innerlijke werking van zijn vriend, wat hem zint of wat hem krenkt of ergert. Zo'n persoon weet dus niet dat zijn naaste zo'n grap totaal niet grappig vindt. En hij weet totaal niet of zijn vriend een ochtendpersoon is, of dat hij 's ochtends moeite heeft met harde geluiden, whatever. Hij houdt totaal geen rekening met zijn vriend. Wie liederen zingt, Spreuken 25:20, wie liederen zingt bij een treurig hart, is als wie kleren uittrekt op een koude dag en zure wijn doet op loog. Hier gaat het dus om het zingen van vrolijke liederen. Het zingen van vrolijke liederen terwijl je vriend bedroefd is. Terwijl het hart van je vriend gebroken is. Met andere woorden, deze egoïstische persoon kan gewoon dolblij zijn, terwijl zijn vriend gewoon diep in de put zit. En vaak komt dat in de vorm van, ah joh, komt wel goed. Zo'n persoon is zich totaal niet bewust van de emotionele staat en de behoefte van zijn vriend. Maar een echte vriend is fijngevoelig. Hij voelt zijn vrienden of zijn vriend aan. Hij is fijngevoelig voor de geestelijke en voor de emotionele toestand van zijn vriend. Een echte vriend is blij wanneer zijn vriend blij is en is bedroefd wanneer zijn vriend bedroefd is. Een echte vriend leeft met zijn vriend mee. En volgende punt is dat een echte vriend ook open is en ook gewoon eerlijk is naar zijn vriend toe. In Spreuken 27:5 tot en met 6 staat: openlijke bestraffing is beter dan verborgen liefde. Wonden door iemand die lief heeft zijn tekenen van trouw, maar overvloedig zijn de kussen van een hater. Openlijke bestraffing en wonden door iemand die lief heeft, dat spreekt van woorden die je vriend nodig heeft, maar die tegelijkertijd pijnlijk zijn om aan te horen. Woorden die je vriend echt nodig heeft om te horen, maar die tegelijkertijd toch erg pijnlijk zijn om aan te horen. En er staat hier dat als je bang bent om de nodige woorden tegen je vriend in liefde te zeggen, dan ben je volgens vers 5 geen echte vriend. Want de verborgen liefde in vers 5 spreekt van iemand die zogenaamd te veel van zijn vriend houdt om de waarheid tegen hem te kunnen zeggen, omdat hij weet dat het hem pijn zal doen. Dit maken wij vandaag de dag ook in de kerk nog te vaak mee. Van, ja, maar joh, ik wil dat eigenlijk niet zeggen. Want ja, het gaat die persoon kwetsen. En wat als ze boos worden? Wat als ze weggaan uit de kerk? In Hebreeuwse poëzie wordt de verborgen liefde in vers 5 vergeleken met de overvloedige kussen van een hater. En dit is hetzelfde eigenlijk als toen Judas Jezus verraadde met een kus. Daar zit niemand op te wachten. Daar hebben mensen gewoon niets aan. Met andere woorden, als je zegt dat je je vriend niet de waarheid kan vertellen, omdat je te veel van hem houdt, dan ben je geen echte vriend, maar dan ben je volgens Spreuken, of deze twee versen, dan ben je geen vriend, dan ben je een hater. Je zegt wel dat je zoveel van die persoon houdt en dat je hem of haar niet wil pijnigen, maar eigenlijk hou je veel te veel van jezelf. Waarom? Omdat jij de confrontatie niet aan wil gaan. Jij wil dat moeilijk gesprek niet aangaan met die persoon. Jij wil het risico niet aangaan met die persoon. Maar Spreuken leert ons ook dat zachte heelmeester stinkende wonden maakt. Een man die zijn naaste vlijt, spreidt een net voor diens voetstappen.
Dus als je de waarheid weerhoudt en het niet aan je vriend vertelt, dan ben je geen echte vriend. Want dan laat je je vriend in de waan dat hij, dat wie hij is en waar hij mee bezig is, gewoon goed is. Ik zie een hoop dingen in jouw leven wat echt niet goed is, wat niet, wat God niet van jou wil, wat God niet van je vraagt. Maar weet je wat? Omwille van de goede vrede zeg ik niks. En als dat gebeurt, dan zal hij nooit een waar beeld van zichzelf krijgen als er alleen maar mensen zijn die hem van de waarheid willen sparen en dus alleen maar mooie, vleiende dingen tegen hem zeggen. En het gevolg daarvan is dat die persoon zijn leven dus gaat inrichten, die zal beslissingen gaan nemen die op basis zullen zijn van wie hij denkt te zijn, in plaats van wie hij daadwerkelijk is. En dit zal er uiteindelijk toe leiden dat hij de ene na de andere foute beslissing zal blijven maken in zijn leven. Dus alleen wanneer iemand de waarheid te horen krijgt, dan kan die persoon daar iets mee. Alleen dan kan de persoon ermee naar God toe, wat wij allemaal horen te doen. Ik had van de week nog een gesprek met iemand en ik zei tegen die persoon, joh, luister, het maakt niet uit waar de kritiek vandaan komt. Als je kritiek krijgt, dan moet je dat aanvaarden en je moet er meteen mee naar God toe gaan. Je moet aan God vragen, Heere, wat is hiervan waar? En wat wilt u dat ik hiermee doe? En als het alleen maar baloney is, als het alleen maar vals is, dan laat mij dat dan ook zien. Maar ik wil mijn hart bij u neerleggen, want ik weet dat mijn hart zelf ook bedrieglijk is. Dus wij moeten kritiek aanvaarden en we moeten ermee naar God toe. Maar als wij nooit kritiek krijgen, dan gaan we gewoon vrolijk verder. Dus alleen wanneer iemand de waarheid te horen krijgt, in liefde, kan die persoon zich ook ervan bekeren. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar als ik dit zo lees, dan heb ik zoiets van, man, wat is het moeilijk om een echte vriend te zijn. Je moet open en eerlijk zijn. En je moet zorgvuldig zijn in die openheid en in die eerlijkheid. Want als je alleen maar zorgvuldig bent, dan zal je waarschijnlijk niet de waarheid willen vertellen omdat het de ander pijn gaat doen. Maar als je alleen maar eerlijk wil zijn zonder zorgvuldig te zijn, zal je hoogstwaarschijnlijk de ander afstoten, want ja, je gaat hem even de waarheid vertellen. Dus om beide te zijn en te doen, zorgvuldig en eerlijk, zal het je pijn doen. Het gaat je wat kosten. Echte vriendschap is van tijd tot tijd nou eenmaal zeer pijnlijk. En hoe pijnlijk het ook kan zijn, een echte vriend moet ook goede, goddelijke raad geven. Toch? Eveline, Biblical Counseling. In 27:9 staat, olie en reukwerk verblijden het hart. Zo is de genegenheid van iemands vriend, vanwege de hartelijke raad. Omdat wij als mensen blinde vlekken hebben, en dat hebben we allemaal, omdat wij blinde vlekken hebben, is het noodzakelijk dat in ieder van ons goede Bijbelse raad geven en ontvangen. Als we dat niet doen, dan blijven wij en ook de mensen om ons heen gewoon onveranderd. En het doel van God is dat wij geheiligd worden, dat wij veranderd worden, dat wij veranderen naar het beeld van Jezus Christus. In het hoge priesterlijke gebed, daar hadden we het afgelopen woensdag nog over. Jezus vraagt aan God de Vader, heilig hen, heilig ons door uw waarheid. Uw woord is waarheid.
De wil van God, het doel van God, is om ons niet alleen te redden en zo te laten, maar om ons te redden en om ons te heiligen, om ons te doen veranderen naar het beeld van Jezus. Hij houdt veel te veel van ons om ons slechts gewoon te redden en ons vervolgens te laten blijven zoals we zijn. Hij wil ons vanaf het moment van wedergeboorte heiligen. En God doet dit heiligingswerk natuurlijk door de Heilige Geest, natuurlijk door het woord van God. Maar God doet dit werk veelal door middel van echte vriendschappen. Want zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander. En dit is wat echte vrienden voor elkaar doen. Echte vrienden houden elkaar scherp. Echte vrienden worden aan elkaar geschaafd. En ik weet niet of je ooit ijzer tegen ijzer hebt geslagen, maar dat is gewelddadig. En als je dat beeld voor je hebt, dan moet je gewoon bekennen, ja, dat kan pijn doen. Je aan elkaar schaven, dat kan ook pijn doen. Kijk maar, als een van jullie kleintjes op straat valt en die krijgt een schaafwond, man, dat doet gewoon pijn. Nu kan ik me ook weer voorstellen dat als je goed nadenkt over het profiel van een echte vriend, dat er minstens twee reacties in je opkomen. Misschien zijn er wel meer hoor, maar ik noem even twee. En de eerste is het verlangen naar zo'n vriend. Ik ben gezegend dat ik vrienden op dit niveau heb. Als ik dit niet had, dan zou ik heel erg naar zo'n vriend verlangen. En laten we eerlijk zijn, we hebben gewoon niet genoeg mensen in ons leven van dit kaliber. En onze harten hebben hier trouwens behoefte aan. God heeft ons zo gemaakt. Hij heeft ons zo geschapen dat wij naar dit soort vriendschappen ook verlangen. Hij heeft het verlangen in ons geplaatst. Dus dat is één. Het tweede is aan de negatieve kant. Als we hier naar kijken, als we naar het profiel kijken, het tweede is dat de moed in onze schoenen zakt. Waarom? Omdat we beseffen dat wij nooit zo'n vriend voor een ander kunnen zijn. Althans, ik niet. En misschien beseffen wij dat we eigenlijk geen echte vrienden hebben, omdat wij zelf geen echte vrienden kunnen zijn of willen zijn. En omdat wij zelf niet goed zijn in het geven van dit soort vriendschap, krijgen wij dit soort vriendschap ook misschien niet. Dus waar kunnen wij die kracht vandaan halen om een echte vriend wel te kunnen zijn? Zodat we ook een echte vriend kunnen krijgen. Mits we dat nog niet hebben. Laten we kijken naar Johannes hoofdstuk 15. Jezus die vertelt in zijn afscheidsspeech, wat in Johannes hoofdstuk 14 tot en met 16 vastgelegd wordt. Alles wat er met hem gaat gebeuren. Alles wat er komen gaat. Hij vertelt hen over zijn kruisiging, over zijn dood en opstanding. Hij vertelt hen over het feit dat de Heilige Geest komt, die hun in de volledige waarheid zal leiden, die zal getuigen van Jezus Christus, enzovoort, enzovoort. Hij vertelt hen bijna alles, of eigenlijk letterlijk alles wat zij nodig hebben voor de nabije toekomst. En hij noemt zijn discipelen vanaf dit moment zijn vrienden. Hij zegt in Johannes 15, 15. Ik noem u niet meer slaven of dienstknechten, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Dat is een zaak niet. Hij is maar een slaaf. Maar u heb ik vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, u heb bekendgemaakt.
Hij noemt zijn discipelen dus vanaf dit moment zijn vrienden. En de basis van die vriendschap, de basis van die vriendschap tussen Jezus en zijn discipelen, is dat Jezus zichzelf hier blootgeeft. Jezus geeft zichzelf bloot aan zijn discipelen. Hij stelt zichzelf kwetsbaar op. Hij deelt zijn hart met zijn discipelen. Hij geeft hen toegang tot wat er in het diepst van zijn hart leeft. En dit doet alleen een echte vriend. En hierin geeft Jezus ons inzicht tot hoe God het met de mens bedoeld heeft. Vriendschap. In vers 13 zegt Jezus dat niemand een grotere liefde heeft dan wanneer iemand zijn leven inzet voor zijn vrienden. Er is geen grotere liefde dan wanneer iemand zich inzet voor zijn vrienden. Denk er even over na. Wij denken aan die agape-liefde die God aan ons toonde toen hij Jezus naar ons toestuurde om voor ons aan het kruis te sterven. Wij denken, nou dat is de grootste liefde. En Jezus zegt hier, er is geen grotere liefde dan wanneer iemand zich inzet voor zijn vriend. Dus daar moeten wij iets mee. Natuurlijk heeft Jezus dit letterlijk voor ons gedaan en ook voor zijn discipelen. Maar in Genesis 3 zien wij een andere kant hiervan. In Genesis 3 zien wij dat God in de Hof van Eden met Adam en Eva wandelde. We lezen er allemaal overheen. Het wandelen met iemand spreekt van een echte vriendschap. God was een echte vriend voor Adam en Eva. En dat werd kapot gemaakt door de zondeval. En dan zoveel duizend jaar later komt Jezus op het toneel en dan zegt hij in Johannes 15 dat Jezus, dat God, een vriend is van zijn discipelen, van degene die hem navolgen. De mens is geschapen om in vriendschap met God te leven en in vriendschap met elkaar. Maar dit soort vriendschap is nu alleen mogelijk als je in Christus bent. Als je wedergeboren bent. Jezus is de volmaakte vriend. Hij is de volmaakte vriend. Jezus is meer toegewijd aan jou dan een broer. Jezus kiest bewust voor jou. Jezus is volkomen in staat en hij is bereidwillig om aan jouw vriendschap met hem te werken. En Jezus is in staat om jou de kracht te geven om ook een echte vriend van Jezus te worden, te zijn. Niet alleen zijn vriend, maar ook een vriend voor anderen. Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Jezus is hierin ons ultiem voorbeeld. En hij heeft het voor ons gedaan door zijn leven letterlijk voor ons neer te leggen. En Jezus wil dat wij, mits wij zijn vriend zijn, dit niveau van vriendschap aangaan met een ander die ook zijn vriend is. We hebben het gehad over het ontdekken van een echte vriend. En dat het vooral begint met het ontdekken van iets gemeenschappelijk. Iets waar je je leven voor in wil zetten. Iets waar je voor wakker gemaakt wil worden. En als je een echte vriend van Jezus bent en als je door met mensen te gaan praten gaat ontdekken dat je Jezus gemeen hebt, dat je dezelfde hartstocht hebt voor gehoorzaamheid aan zijn woord, als je gaat ontdekken dat je een passie hebt, een gemeenschappelijke passie hebt voor heilig te willen leven, dan zou dat een heel goed teken kunnen zijn dat die persoon
een echte vriend van je kan worden. En jij voor hem of haar. Je hebt minstens één echte vriend in je leven nodig. En er is minstens één persoon die jouw echte vriendschap keihard nodig heeft. Het is door de vriendschap met Jezus dat jij zo'n vriend voor een ander kan zijn. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u uw woord hebt gegeven. Dat het, ja, door erin te spitten, Heren, dat er schatten te boven komen. Dank u wel voor de wijsheid die u Salomo hebt gegeven. En dank u wel, Heer, dat u ons de opdracht hebt gegeven om het woord recht te snijden. En dat we dat voorrecht ook hebben, Heer, om dat te mogen doen. Heer Jezus, dank u wel dat u de ultieme vriend bent. En dat u voor mij, dat u voor ons kiest. Heer, dat u in alle opzichten vele malen beter bent dan een bloedeigen broer of zus. Heer, dat u vanuit uw hartstochtelijke liefde, Heer, u zelf voor mij en aan mij, aan ons gegeven hebt. En Heer, met die vriendschap in ons achterhoofd, Heer, met dat niveau van vriendschap op ons netvlies, help ons om zo'n vriend voor een ander te willen zijn. Help ons om zo'n vriend te gaan ontdekken. Vader, sommigen van ons zijn eenzaam. En Heer, misschien zijn wij eenzaam omdat wij geen echte vrienden hebben. En misschien hebben wij geen echte vrienden omdat wij die vriend nog niet hebben ontdekt. En misschien hebben wij die vriend nog niet ontdekt omdat wij de moeite daarvoor niet hebben gedaan. Om met mensen te praten, om het over gemeenschappelijke dingen te hebben. Heer, hoe dan ook, help in ieder van ons, Heer, om vanaf dit punt niet door het leven heen te gaan zonder een echte vriend. Help ons om vanaf dit punt niet door de rest van ons leven heen te gaan zonder dat wij een echte vriend voor een ander zullen zijn. Help ons daarbij, Heer. Dit is voor ons een onmogelijke taak. We hebben de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest nodig. En zoals we vorige week ook Pinksteren hadden gevierd, Heer, vervul ons vanmorgen opnieuw met uw geest. Zodat we kracht zullen ontvangen. Kracht om getuige te zijn. En ook kracht om een vriend te zijn. Laat in ieder van ons steeds minder worden en Christus steeds meer. Laat rivieren van levend water vanuit ons binnenste stromen, Heren, naar anderen toe. Geef ons, Heren, als we dat nog niet hebben, Heren, geef ons zo'n vriend. En help ons om zo'n vriend te zijn voor een ander. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Tell you right now, it's gonna be alright.